Poesje? Lima! Je bent jarig, hè? Kijk, eens hier. Wij weten vanavond of de baby een jongen of een meisje is. Dat is de gel voor mama's buik. Ja, voor ja. Mama baan. Ben je er klaar voor, Bel? Waar gaan we naartoe? Lima. Verjaardag van Lima, hè? En je mocht ja. Als een prinses. Als een Belprinses. Wat leuk, hè? Dan komen de echte prinsessen straks. Oeh, ga maar lopen, kijk uit, hoor. Kijk voor je. En Rapunzel, een echte Elsa. Wil eentje verder, lieverd? Mooi. Dat ben jij ook leuk. Mooi, sis. Maar die moet er... Oh, ga maar. Ga jij meer. Ziet er mooi uit. Oh, een foto met Bel maken. Dan heb je ook helemaal een foto met iedereen. Heel leuk. Kijk nou hoe mooi dit is. Oh. Dit is niet normaal. Geef elkaar eens een kusje. Lima. Je bent jarig, hè? Zijn jullie mooi, meisjes? Hallo. Hoi. Hallo. Jarige Job. Dat is toch enig? Zo leuk. Waar is Kijma? Wie zijn dat? Wie is dat? Wie is dat? Kijk, de lijken zelfs een beetje op elkaar. Oh. Kijk, een hoofd. Ben je helemaal van je handje geven. Leuk, hè? Oh, zo samen er naartoe. Ja, ga maar kijken. Misschien wel net zo goed. En hier ook, wil jij ook zo? Oké, schat. Ja, maar niks. Ja, maar eerst. Wil ik naar buiten? Ja, natuurlijk. Ga naar buiten. Oh, kijk eens wie er zijn. De echte Rapunzel en Elsabel. Vind je dat leuk? Oh, Jessel. Kijk, dat lange haar. Mijn net zo mooie haar als jij. Oh, ze vindt het helemaal geweldig. Ja. Ga maar mee. Ik heb een pony af. Mag ik een prinses bellen? Ik heb een pony af. Oh, nee toch? Kom! Ga maar mee met de prinsessen. Ga maar. Wil je wel je hakjes aan? Die roze of de paarse? Roze. Oké, okay, doe jij even je hakjes aan. Ja, dat doe ik wel. Ja, bijna. Wel, lukt die? Oké, okay, ga er maar naartoe. Wat schattig. Wie is dat? Wie is dat, Bel? Ze is helemaal in de bellenblaas. Heel goed, inderdaad. Dat ben ik inderdaad. En Rapunzel, wat weten jullie over Rapunzel? Dat ze heel lange haren hebben. Hele lange haren, inderdaad. En weet jullie, Loipje, wat was daar toen? Wat was er toen? Kinderen. Ja? Ik zag ook een heel groot mozaïek en ik keek ernaar en dacht, oh, maar dat voelt wel een beetje bekend. Want wie waren dat? Wie stonden daarop? Vader en moeder. Dat klopt. Jij bent ook niet met een hele grote jurk, maar... Wat leuk, joh. Oh, gaan jullie samen? Heel goed. Een glittertattoo maken. Dat is normaal. Heel goed gedaan. Wauw, Limi. Laat eens zien, Lima. Super mooi. Maar niet zo gek. Gaan we nu even door naar de volgende. Mag jij even lekker gaan helpen? Bel helpen. Dat lijkt me een heel goed. Lima, wil je Bel helpen? Ga jij mij zo meteen helpen? Bij de volgende. Want wat is jouw naam, lieverd? Bel, hè? Wat een echte prinses. Ja, natuurlijk. Ja. En wat is jouw lievelingskleur? Yes. Allemaal. Ja, dan mag jij roze. Oh, een mooie roze. Die is ook wel heel mooi. Zoals je meter. Maar we houden wel van een beetje glitter. Ja, dat je ook niet van. En Bel wacht ook zo netjes, hè? Dat is dan de beurt. Mooi. Ik weet niet waar het is. Wat zoek je? Lima, wat zoek je? Elsa? Elsa, ja, daar! Bye. 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 Bye.
kijk, het is hier. Dit mooie schatje. Goed zo. Ga je Rapunzel knuffel geven? Zeg je dankjewel, Rapunzel. Oh, wauw. Hier ben je maar vast. Daar is hij. Eén, twee, drie. Ik kan naar de andere kant. Maar het is een beetje snel. Bel, dat is wel heel snel. Nu maken we een heel groot rondje. Jongens, we zitten in de auto. Je kan wel zien aan Bel hoe leuk het was, hè? Toch, Bel? Helemaal moe. Het is inmiddels 7:45 en ik ga nu stoppen met vloggen, want we moeten weer rijden. Goedemorgen allemaal. Nou, wij gaan zometeen wel haar bedje verven. Het is vandaag zondag. En Bel is nu samen met haar papa alles aan het uitzoeken wat we nog hebben om het bedje te verven. En wat we moeten halen bij de praxis. Ik kan niet wachten tot onze tuin lekker gedaan wordt. En dan wordt die schuur ook weggehaald. Echt heerlijk. Kunnen we een lekkere zit maken, hè Bel? Heb je verf gevonden? Nou, we hebben hier al een aantal dingetjes die we kunnen gebruiken zometeen, zei Daan. Dat we dan niet hoeven te kopen, die moeten we nog ergens opdoen. Ik heb net mijn haar even gekrild. Ben je zo terug? Hoi. Hoi, je bent het. Je bent er. En dat is een foto. Ben je zo terug? Ja. Oké, tot zo. Ga maar kijken of je papa kan helpen, Bel. Het wordt lekker weer vandaag, maar we willen wel gewoon echt haar kamertje nu een keer helemaal gaan afmaken. En haar bedje gaan afmaken en haar klamboe ophangen. En haar lichtjes ophangen. Dus we gaan gewoon een begin maken en dan gaan we straks vanmiddag barbecuen met vrienden. Beetje zwaar? Wow, wat kun jij goed tillen, zeg. Je bent echt heel goed aan het helpen, Bel. Kijk, zo alle doosjes even klein maken. Dan kunnen ze weggooien straks. Mag je ze daarin doen? In deze doos. Pak dat maar in. Goed zo, deze ook erbij. Die is heel warm. Ja, hallo jongens. Niet nieuwe auto, niet veel warm. We zitten niet in een nieuwe auto, we zitten in onze andere auto, hè? Die jij de kleine auto noemt. Het is geen kleine auto. Maar welkom weer bij een nieuwe week. De laatste beelden die jullie hadden gezien was dat Bel Daan aan het helpen was bij de schuur. En nou, jullie kunnen het al raden, het was zulk mooi weer. We hebben dat bedje nooit geschilderd. Want het was gewoon echt zonde anders van het weer. En we hebben wel alles in huis gehaald bij de Action en Praxis geweest. Dus we gaan eerdaags gaan we het bedje schilderen. Maar we gingen eerst gewoon lekker genieten van het weer. En nu zijn we alweer een paar dagen verder en is vandaag een hele belangrijke dag, hè Bel? Ja. Want wij weten vanavond of de baby een jongen of een meisje is. Meisje. Meisje? Net zei ze nog jongen. Jij wisselt wel heel veel. Elke dag is het anders. We zijn zo benieuwd. Ik ga het voor jullie filmen, maar eerst ga ik wel naar mijn ouders brengen. Want ik heb een leuke lunch in Amsterdam met mijn manager, met Andomonique. En dat is ook de manager van Andomonique. Gisteren waren Andomonique en Danny bij ons eten. Het was ook super gezellig. Dus toevallig viel het zo samen dat we elkaar zien 2 dagen achter elkaar. Dat is normaal nooit het geval. Nee, dat is niet zo. Ging je gisteren met Fallon en Scotty spelen? Ja, hè? Dus nu ga ik naar mijn ouders toe, Bel even afzetten en dan naar Amsterdam. Dus ik neem jullie mee vandaag. En natuurlijk ook neem ik jullie ook mee naar het moment vanavond. Wanneer wij horen wat er in mijn buik groeit. Maakt ons niet uit wat het wordt. Ik ging Bel een zus voor haar leven, een vriendin. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als het andere geslacht is, omdat je dat niet hebt. Dus we gaan het zien. Zo spannend. Dag! Ga jij maar lekker sminken met Lailie. Heel plezier. Wie voor je woorden? Deze? Lailie, ja die. Nou, veel plezier. Tot zo. Nou jongens, ik ben er. Ik ga even leuk gezellig lunchen met Carmen en met Annemonique. Helemaal zin in. En ik ben nu in Amsterdam. We gaan bij George lunchen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben daar nog nooit geweest. Terwijl bij Van Dam. Dat onderzoek zit me niet daar. Dus ja, wat ik zeg. Ik heb er zin in. Gezellig. Lekker. Nou, daar ben ik weer.
Ik ben dus zo zenuwachtig dat ik gewoon net helemaal vergeten ben te vloggen bij de lunch. We weten gewoon vanavond wat dat wordt en het maakt ons echt totaal niet uit. Dat weten jullie, maar ja, het is wel zo onwijs spannend elke keer dat je gewoon wilt weten wat het is, vind ik dan. Niet normaal spannend. Dus ik ben gewoon echt een beetje met kip zonder kop gaan lunchen. En gewoon alleen maar krijg ik ook berichtjes van vriendinnen, weet je wel. Weet je het al, weet je het al, weet je het al. En dan word ik elke keer aan herinnerd, dus ik liet het ook niet echt los. En ik kan gewoon niet wachten. Over 3 uur ongeveer weten we het. Dus ik ga nu bel bij mijn ouders ophalen, maar ik sta voor een open brug. En dan rustig naar huis. En ja, ik wil gewoon heel graag weten wat het is. En dat maakt het heel spannend. Niet dat het ons uitmaakt, nogmaals. Maar ja, straks weet het gewoon. Ik ga het voor jullie filmen. Sorry dat ik dat net niet heb gefilmd. Maar het was echt super gezellig. We hebben hele leuke ideeën, Anne-Dominique en ik. En Carmen heeft ons er goed bij geholpen. Dus we hebben echt wat ideetjes uitgewerkt. Dus het was niet zomaar een lunch. Het was gewoon heel gezellig, maar ook gewerkt, zeg maar. Tenminste, voor werk wat dingen besproken. En nou ja, nu wil ik eigenlijk gewoon dat het al 7 uur is. Wel heel leuk. Er komt dus een pret-echo bij mij thuis. Dat is dus iets nieuws. Ik zou hier in beeld zetten wie dit komt doen. Uit Zoetermeer. Maar ze komen dus bij mij thuis vanavond om 7 uur. Dan kan ik gewoon zelf lekker op de bank zitten. En dan krijg ik gewoon een echo thuis. En dan sluit ze het aan op je tv. En dan kan je gewoon thuis zien met elkaar wat het wordt. Hoe bijzonder is dat? En ik wilde eigenlijk dat onze gezinnen er allebei bij zouden zijn. Alleen mijn zusjes zijn nu afgelopen nacht vertrokken naar Marrakesh om te shooten voor hun wintercollectie. Dat stond natuurlijk al. Mijn schoonouders zitten op een cruise in Italië en Spanje. Dus ik vind het ook lullig om dan wel mijn ouders uit te nodigen en zijn broertjes en mijn zusjes dan niet en mijn schoonouders dan niet. Dus uiteindelijk hebben we er gewoon voor gekozen om het rustig met z'n drietjes te doen. En dat vind ik ook wel iets heel moois en bijzonder. En het wordt denk ik wel heel erg emotioneel, want ja, het blijft toch echt iets bijzonders. En ook om Abel te vertellen van je krijgt een broertje of zusje. Als ik daar moet denken, dan denk ik, maar vanavond als ik ga slapen weet ik gewoon wat er in mijn buik zit. En dat vind ik zo'n raar idee, dat ik het gewoon vanavond gewoon weet. En Dani is er ook echt heel erg mee bezig. Dus we gaan het met z'n drietjes doen. En ik vond dit wel een hele leuke manier. Het is natuurlijk nog leuker geweest als de families erbij waren. Maar misschien is dit ook wel zo mooi met z'n drietjes. En dan maak ik een filmpje en dan stuur ik dat gewoon naar onze families toe vanavond. Want die kunnen niet wachten. Ik had ook geprobeerd om het volgende week te doen. Maar dan kon dit bedrijf weer niet. Dus ja, ik ga dan niet nog een week langer wachten als het niet nodig is. Dat vond ik ook weer zonde. Maar ja, dat dus. En ik hoop dat de brug nu weer dicht gaat en dat we kunnen gaan rijden zometeen, want ik mis mijn belletje. Mijn moeder stuurde net foto's, die is oppassen. En ze stuurde zulke lieve foto's door. Ze heeft er dus gesminkt. Echt zo lief, ik zou het even laten zien. Eerst zo, gewoon leuk als een prinsesje. En toen daarna als een tijger. Moet je nou kijken. Oh, ik moet rijden. Dus ik hang even op. Ik stop eventjes. Gedaan, Bel. Ja, even zitten, Maarten. Kijk dan, mijn moeder die heeft zo'n leuk idee. Kralen gemaakt. En dan de volgende keer gaan ze een beschilderen. Kettingen maken. Nee. Hoe crea-bea is dit? Was klein. Ik wil heel klein maken. Wil je nog meer klein maken? Ja. Oké, okay, leek mij nog even leuk om te vragen aan mijn ouders wat ze denken dat het wordt. Wat wil je weten, Romeintje? Nou, wat jij denkt. Ik denk dat het 50-50 is, maar ik denk dat nou, ik voor ik een zeker. Jongetje ga. Echt waar? Ja, dat gaan we denken. Oh, ja. Papa gaat voor een jongen. Ja. Nou, we gaan zien of je gelijk hebt. We gaan het straks horen. Nou, mama. Ja? Nu is het jouw beurt. Oh. Mijn eerste instantie was jongen, direct. Okay. Ja, meteen. Bam. En als iedereen er nou zo serieus over gaat doen, denk ik, ja, natuurlijk weet je het niet. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik denk wel een jongen. En ik hoop ook wel een beetje op een jongen. Dus we hebben hier 2 keer jongen. Yes. Wil jij een broertje of een zusje? Jij hebt een schaap, ja. Wil jij een broertje of een zusje, Bel? Of een schaap. Of een nieuwe schaap. We hebben daar nog niet eens horen. Mag Belly, niet. Wil jij een jongetje als...
als zeg maar als een broertje of wil je een meisje als een zusje? Wel? Een meisje. Wil je een meisje? Wil je een zusje? Ja. Wil je echt niet zo'n klein schattig jongetje zoals Rock? Nee. Als een broertje. Nee. Ze wil echt graag een zusje. Ze wil een broertje. Oh, je wil wel een broertje. En zeg maar, allebei is goed, hè? Allebei, Bel? Allebei is goed, toch? Ja. Het is allemaal hartstikke lief. Ze wil allebei, een broertje en een zusje. Even vanuit de keuken. Wat zou hier nou in zitten? Een meisje of een jongen? Over een half uur is ze er. Ik kan niet eens eten, dus ik ga ook niet eten. Want ik ben te zenuwachtig. Maar ik heb wel gewoon eten voor Bel en Daan. Dus lekker gehakt met een pastatje. Maar ik kan gewoon echt niet eten nu. Dus dat doe ik lekker daarna. Of ik zie wel. Ik ben echt te gespannen. Maar we zien het zo meteen. Moet je niet met mama vla eten? Oké dan. Met mama vla eten. Oh, of met papa? Oh, papa. Oh. Oké, wat denkt papa? Ik denk een broertje. Wat denkt Bel? Zusje. En wat denk ik? Ik denk een meisje. Ik wil een meisje. Maar wat wil je liever dan? Meisje. Ja, je wil echt een zusje, zeg je vandaag al de hele dag. Maar gisteren wilde je nog een broertje, hè? Daan, jij zei het wel leuk. Zometeen weten we gewoon wat onze gezinssamenstelling is van de rest van ons leven. Echt zo. En het maakt ons helemaal niks uit wat het wordt. Maar we zijn gewoon zo benieuwd, jongens. Ja, ik vind het ook heel spannend. Oh, wat een zenuwen. En wat fijn dat we het gewoon lekker zo met z'n drietjes doen. Ja. Hè? Wat vind je daarvan? Ja, heel relaxed gewoon. Heel, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Ja. Dan kunnen we zo meteen gewoon met z'n drietjes genieten. En dan kijken we daarna gewoon... Tenminste, eerst even laten we rusten en dan gaan we onze families bellen en facetimen. Als ze kunnen bereiken. Als ze kunnen bereiken, ja. Mijn ouders die zitten op een cruise, dus die... Ja, had ik al gezegd. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. We gaan het zien. We gaan het zien. Zal ik het opeten? Dit is het laatste beeld. Oh. Oh. Zonder dat wij weten wat het hoort. Oh. Dag. Ja. Bel is heel goed aan het helpen. Oh, dat is de gel voor mama's buik. Ja, voor ja. Mama's buik. Gel is voor mama's buik. Zal ik deze maar even doen? Ja. Ja, hè? Mag je wel helpen tillen? Hij is wel zwaar, hè? En dan hier naartoe? Oh. Ik ben er wel. Dank je wel. Zo leuk. Echt leuk dat je dat thuis kan doen. Gebeurt het steeds vaker? Ja. Ja, ja zeker. Ik ben er 3 jaar geleden mee begonnen. Ja. En nu poppen ze overal op. Dat oh, echt? Dat is wel jammer. Ja. Nee, dat heb je altijd. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar het is wel echt iets. Moet je aan de dokter vragen. Ik heb gezegd dat ze een dokter is, want Bel vindt dat heel interessant. Heb ik hulp nodig? Ja, zou je dat tasje aan mij willen geven? Oké, tasje. Oh, ben jij sterk. Dank je wel. Die hebben we strakjes nodig, hè? Want een beetje wat je erin zit. Wat zit erin dan? Een printer. En dan kunnen we ook nog fotootjes uitprinten van je broertje of zusje. Ja. Dat is wel cool, hè? Ja, dat doe ik. Gaan we dat strakjes doen? Jij moet eerst even kijken naar de baby, toch? Ja, eerst doen. Eerst doen. Oh, we moeten heel even wachten. Jij moet wel luisteren naar de dokter Bel. Ja. En niet in je neus zitten. Jeuk. Oh, spannend hè, Bel? Vind je het ook zo spannend? Ja. We hebben even de avond. Moet je even je neus schoonmaken? Ja. Oké, daar gaan we. Kijken of je een baby in je buik hebt. Nee. Nee, heb je niet toch? Mama wel. Mama wel. Ja. Lekker kijken. Oh. Ik ben zo zenuwachtig. Nou, eerst even kijken hoe de kleine ligt in je buik. Kijk, daar is de baby wel. Kijk nou. Het is een hartje. Wat beweegt. Baby. Is het babyhartje? Ja. Kan je het zien? Ja, ja, ja. Baby. Is je baby zusje of broertje, hè? Zusje. Zo het hartje even luisteren. Zusje, denk jij, hè? Denk jij zusje? Ja. Nee. Wat zeg je? Wat denk jij? Ik denk een jongen.
wil een meisje. Wil je een meisje? Een meisje zijn. Oh, je moet een meisje zijn. Oh, babytje is aan het bewegen. Dat is een hartje. Dan gaan we nog een keer mooi kijken of de baby een beetje stil wil blijven liggen. Dat staat te hupsen. En dan kijk ik altijd via twee kanten naar het geslacht. Via de onderkant en via de zijkant. Via de zijkant noemen we de nup. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja. En via de onderkant noemen we de body shot. Als die beide overeenkomen, dan kan ik geen fout maken. Zeg maar als je er klaar voor bent. Ben je er klaar voor, Bel? Ja, mag zeggen. Ja. Ja, weet je het? Ja. Okay. Ja? Zal ik het vertellen? Wij willen het wel heel graag weten. Wil ik nog horen wat papa denkt? Ik denk een jongen. Papa denkt een jongen. En jij denkt een? Zusje. Een zusje. En wat denk jij? Een meisje. Een meisje. Gefeliciteerd, het is een dochter. Ja? Ja, het is een meisje. Ga maar lekker even knuffelen. Gaan we zo verder. Oh, Bel, je krijgt een zusje. Het is een meisje. Je krijgt een zusje. Je krijgt een zusje, Bel. Als je wil. Hey. Mama, hou je. Ja. Ja. Mama is heel blij. Papa is ook heel blij, Bel. Ben je ook blij? Krijg je zusje? Ik ben Word je een grote zus? Word je een grote zus? Hey.